ben Daphne van Happy Herbie. Ruim 4 jaar geleden ben ik veganist geworden. En dat was voor mij niet alleen een verandering van mijn eetpatroon, maar een verandering van mijn leven en een ontdekking van mijn missie. Namelijk laten zien aan iedereen hoe lekker plantaardig eten is, maar ook hoe belangrijk het is om plantaardig te eten. Zowel voor de gezondheid, zowel voor de dieren, zowel voor het milieu en als voor de medemens. Een van de dingen die ik doe is hele lekkere raw food treats verkopen via mijn webshop op Etsy. Het adres is www.etsy.com/shop/happyherbie. En in deze video wil ik graag uitleg geven over mijn producten in de webshop, hoe die worden verzonden. Want ik heb namelijk meerdere verzendmogelijkheden. Ik heb een aantal brievenbusverpakkingen en ik heb een aantal verpakkingen die alleen geschikt zijn voor pakketverzending. In mijn webshop verkoop ik met name raw food contents met allerlei heerlijke vullingen op basis van vruchten, noten, zaden, lekkere kruiden. Ook koekjes, raw food koekjes. Wat eigenlijk het hardst gaat, zijn de bonnetjes. Mensen zijn er helemaal verslaafd aan. Ik heb brievenbusverpakkingen. Dit is de kleinste. Dit is een verpakking waar 9 ballons in passen. Die past dus mooi zo door de brievenbus. En het verzenden van 1 doosje kost slechts €3,50. Koop je 2 doosjes samen, dan zijn de verzendkosten slechts €5,50. Dan heb ik nog een doosje met 12 stuks. Dit is dan de mooiste brievenbusverpakking. Dit is een hele luxe cadeaudoos met 24 bonbons. Ik zal even open doen om te laten zien hoe het er zo uitziet. Kijk, stel dat je dit op je deurmat aandrukt. Dan word je er heel blij van. Deze 3 brievenbusverpakkingen die worden verzonden in hele leuke enveloppen. Kleine verpakkingen gaan in een mooie glanzende groene envelop. En de grote gaan in een blauwe envelop. Dus het ziet er dan zo uit. Mooi adreslabel erop. Als je dit als cadeautje verzendt, dan kan ik er uiteraard ook nog een leuke persoonlijke boodschap voor je bij doen. En dan nu de pakketverzending verpakkingen. Ook weer verschillende formaten. Ik heb dit schattige kleine doosje. Daar passen 9 koekjes of ongeveer 9 bonbons in. Paarse doosje was ongeveer 15 bonbons in. Ik heb dit leuke vierkante boxje met een felroze binnenkant. En daar passen 25 bonbons in. En ik heb deze roze box waar 22 bonbons in passen. Heb jij al een hele groep mensen aan wie je wel wat lekkere Happy Herbie treats zou willen geven? Dan heb ik nog een hele leuke optie en dat is namelijk Happy Herbie treats met een persoonlijk label. Dit is een heel leuk voorbeeldje ervan. Ik kreeg namelijk een aantal weken geleden de opdracht om bonbons te ontwerpen voor kraamvisite. En ik heb toen een persoonlijk label gemaakt met daarop de naam en de geboortedatum van het kindje. En ik heb ook de bonbons een persoonlijk tintje gegeven. De kinderkamer van het kindje werd namelijk lavendelkleurig. Dus heb ik bonbons gemaakt, versierd met lavendelbloemetjes bovenop en met korenbloemetjes bovenop. En ik heb ook nog een leuk paars lintje eraan gedaan. Nou, zoiets zou ik dus ook voor jou kunnen doen, voor wat voor gelegenheid dan ook. Dus het label wordt naar jouw wens ontworpen. En ook de bonbons kan ik een persoonlijk tintje geven met decoratie die jij leuk vindt of een bepaalde smaak. En
Ik doe dat bij een afname van minimaal 50 zakjes. En dan gaat het om zakjes waarin 2 bonbons zitten of 5 koekjes. Wil je daar nou meer over weten of een offerte aanvragen? Stuur dan even een berichtje naar daphne@happyherbie.com. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het je wat duidelijkheid heeft gegeven over hoe mijn treats nou eruit zien als ze bij je thuis worden bezorgd en welke mogelijkheden er zijn. En ik hoop vooral dat het je enthousiast heeft gemaakt om wat te gaan bestellen bij me. Ik ben van plan om nog veel meer video's te maken. Dit was even een praktische video met betrekking tot mijn webshop. Maar ik vind het ook leuk om informatieve video's te maken met tips voor een gezonde leefstijl, met lekkere receptjes. En ik vind het vooral leuk om jouw vragen te beantwoorden. Dus heb je vragen met betrekking tot veganistisch eten? Of heb je moeite met allergieën? Van ik ben allergisch voor dit of dat. En heb je een leuke tip voor me om mijn leven wat makkelijker te maken? Mail mij dan vooral. Je kunt een berichtje sturen naar daphne@happyherbie.com. En wie weet zie je jouw vraag wel beantwoord in een van mijn volgende video's. Oké, dankjewel voor het kijken. En graag tot volgende keer.